Wat was dat? Oh, hallo dames en heren. Hartelijk welkom bij een nieuwe video. Ja, na het intro ga ik dit even uitleggen wat dit precies is. Zeker doen. Okay, people, let's go to work. En dames en heren, dit is Castle Miner Z. Een spel gebaseerd op natuurlijk het geweldige Minecraft, maar dan een stuk creepier en met monsters, zombies, laten we dat allemaal zeggen. En ik zit dan met een aantal mensen zit ik in, in deze server en we zitten op dag 2 en je moet overleven. Dit is creative, geloof ik, en bij creative mag je van alles bouwen en hebben al... Oké, dan. Allemaal creepy geluiden in de game. Maar wat ik weet is dat dus... Deze game moet je dus monsters bestrijden en je moet dus overleven ook. Dus er komen allerlei monsters zoals skeletjes en draken en zombies. En die proberen jouw leven zuur te maken. Maar hier, iedereen zit bovenop de toren. En ik ga een manier zoeken om bovenop te komen. Oh jee. Holy shit. Dat ga ik niet aanvallen. Ik heb wel wapens gekregen van die gasten. Ik heb namelijk al wat dirt en zo. Hé, hey, wacht eens even. Ik ga de dirt opstapelen en dan ga ik naar boven. En dan kan ik naar die gasten toe. Let op. Oké, want ik denk dat daarboven... Of er is een trappetje. Oh, mensen hebben ze al helemaal naar boven gegaan. Oké, let op. Ik kom eraan, jongens. Moment. Holy crap. Ik ga ze ook even helpen. Die! Ik weet niet of het een baas is of zo. Maar hij is in ieder geval wel creepy. Hallo Sean. Hallo meneer. Hallo. Hij geeft hij mij weer wapens. Hij geeft alleen maar wapens aan mij. Nou jongens, ik bouw wat voor jullie. Let op, ik doe hier een kratje plaatsen. Zo. En in dit kratje gooi ik mijn... De... Holy shit. Holy crap. Schiet, schiet, schiet. Hoe gaat dat beest dood? Ik heb hem echt nog nooit dood gekregen, alleen maar zombies. Dit spel, dames en heren, is op de Steam te koop. Je kan het kopen voor, ik geloof, een euro of 8. En het is heel apart. Het is natuurlijk niet zoals we Minecraft zijn gewend. Daarom leek het me leuk om dit een keer te proberen. Het is geen heel goed spel, dat zeg ik je eerlijk. Holy crap, nee! Weg! Voor mij gaat opeens nooit dood. Serieus. Ja! Davinci's killed the fire dragon. Oh my god. Yeah. Ik heb hem vermoord. Oké, wat is mijn gift, jongens? Wat krijg ik van jullie als gift? Even een beetje naar beneden zo. Het gaat allemaal naar beneden. Even kijken wat die gozer doet. Hallo meneer. Hij is aan het bouwen iets. Ik weet niet wat hij aan het bouwen is. Kom, ik ga hem helpen. Wat hebben wij? We hebben rock. En we hebben heel veel kool. We hebben echt heel veel kool en een aantal rifle wapens. Ik heb meer dirt dan normaal. Ik weet niet wat hij aan het bouwen is. Hé meneer, wat bent u aan het bouwen? Pats! Sorry. Nee, ik ben aardig. Oké, heel mooi torentje. Heel mooi torentje. Nou ga ik wel bouwen. Oké, let op hè. Gewoon een ouderwets huisje. Wat we in Minecraft kennen. Dus natuurlijk dit. Kijk, zo. En dan zo. Zo bouwen we meestal ook, hè. Zo. Nee! 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 Foei! Ik ben hier aan het bouwen, dan zit jij het nu mee. Oh! Kijk, zo is een huisje, hè, zo. Oh, dat is creative, geloof ik. Dus kan je van alles plaatsen wat je wil. Dus als we nou dat stone pakken, dan kan ik ook dat stone verder maken, denk ik. Proberen. Ja, het lukt. Kijk, zo. Dit is een normaal huisje, hè? Van onze Main Street natuurlijk. Dat kennen we allemaal, zulke huisjes. Zo, er mogen een paar mensen in. Maar die gozer ging gewoon keihard overheen bouwen, jammer dit. Mooi hoor, dat huisje ook daar. Maar volgens mij is dat al een bestaand huisje en hebben ze omheen gebouwd met blokken. Oké, ik ga proberen om... Oh, daar komt een zombie, kijk, daar loopt een zombie. Nee, oeh, bijna dood. Dan moet ik uitkijken. Kijk, daar is een beest. Die! Oké. Kijk, dan zouden we dit moeten slopen, maar dan kunnen we alleen door het zo te slopen. Ik weet niet op een manier hoe ik het makkelijker kan. Dus ik maak er even een
deur in en ik heb het gevoel dat er achter mij nu een monster komt. Dicht. Zo. Kan je hem springen? Ja, je kan er niet komen. Oké. Creepy ding. Creepy monsters. Ik ga weer naar hun toe. Nou, dat is toch een mooi huisje zo, hè? Ja, maar het spel zag er heel verschrikkelijk grappig uit. Ik dacht, weer eens wat nieuws, Minecraft, maar dan in een... Ja, in een beetje een horror setting. Ik dacht, nou, dat leek me wel grappig, maar het is niet zo'n heel erg geweldig groot spel. En het heeft ook niet zo'n groot succes, maar dan is het wel aardig om eventjes te laten zien jullie wat voor spel het is. Ik ga even naar die gasten toe! We gaan wel! Zo, ik heb een goed wapen trouwens. V-card. V-card zit in de mijn. Denk ik. Even kijken, wat hebben we hier zo? Ik ga eens helemaal naar beneden. Au. Hebben ze dit allemaal zelf gegraven, joh? Dat aparte rok. Ik zit daar in de grot. En je kan nog verder naar beneden. Is dit de onderwereld? Even kijken. Wow. Kijk, dit is voor mij helemaal onder de grond, joh. En het is hier echt heel spooky, dark. En ik hoor echt hele creepy geluiden. Maar wat is dit voor spel? Bloodstone. Oké, dus Bloodstone. En dan zal dit lava zijn. Waarschijnlijk zal ik nu... Oh, ja. Me not like. Nou, ik zal me even dood laten gaan. Dan kom ik misschien bij die gasten terecht. En ik ben er weer. Hallo wereld. Ik vind dat ding helemaal niet mooi wat ze hebben gebouwd eigenlijk. Ik doe even naar boven toe. Zo. Ik ga trouwens kijken wat het hoogste punt is. Hallo. Kom, gaan we bouwen. Kom, we gaan wat bouwen, ja? Let op. Oké, kom. Zo. Kijk. Hij wil ook niks bouwen, die gast. Ik ga even kijken hoe hoog ik kan. En dan gaan we dan video afsluiten. Hebben jullie een beetje een idee gekregen wat voor game dit is? Of het aanrader is, weet ik niet. Het heet Castle Miner Z. En aan mijn audiocommentaar toe kan ik hier dus niet zo heel veel over zeggen. Uiteindelijk dat het wel natuurlijk heel erg Minecraft het idee is gejat. En dood ben nu. Het zit wel leuk in elkaar op zich. Maar om nou te kopen, het is een beetje zonde. Maar als je dit leuk lijkt, dan kan je zeker even kijken of je het wil spelen. Ik bedank jullie tenminste voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond, ondanks dat het niet zo'n hele goede game is. En geef ook een leuk duimpje achter. Ik wou net zeggen, je moet wel heel veel kogels vangen. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!